Hi, mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je de naam van je YouTube kanaal kunt wijzigen. Als eerste ga ik laten zien hoe je de naam van je persoonlijke YouTube kanaal kunt wijzigen. En later in deze video laat ik zien hoe je je zakelijke YouTube kanaal qua naam kunt wijzigen. We loggen eerst in. Vervolgens zie je dat er twee kanalen aan dit YouTube-e-mailadres hangen. Dat is Pieter Klerk, dat is het persoonlijke YouTube-kanaal. En loodgietersbedrijf Ei, dat is het zakelijke YouTube-kanaal. Die allebei hangen aan één Gmail-account. Nou, we gaan als eerste Pieter Klerk, het persoonlijke YouTube-kanaal, qua naam wijzigen. We klikken op OK. Vervolgens ga je naar de icoon om even te kijken. Staan we ingelogd met het persoonlijke YouTube-account? Dat staan we. Vervolgens klik je op YouTube-instellingen. Dat is het tandwieltje. En dan zie je het overzicht. En de eenvoudigste manier om de naam van je YouTube, je persoonlijke YouTube-kanaal, te wijzigen, is te doen via je G+. Vervolgens word je automatisch doorverwezen naar je gekoppelde G+, die aan je persoonlijke YouTube-kanaal zit. En je klikt op wijzigen. Je ziet hier, het is een persoonlijk YouTube kanaal, dus het heeft een voornaam en vaak ook een achternaam. Dus we kunnen hier ook Kees neerzetten. Noem maar iets zwart. Dan kun je hier nog meer opties doen, bijvoorbeeld een nickname, een bijnaam. Nou, doen we KZ, hoef je niet overigens in te vullen. Je klikt op opslaan. En vaak zie je dat binnen enkele minuten de naam van je persoonlijke YouTube kanaal is gewijzigd. Als eerste zie je dat in je gekoppelde G+. Het is nu Kees Zwart. Vervolgens ga je even kijken of het ook daadwerkelijk in YouTube is gewijzigd. Dan herlaat ik even de pagina. Ik klik vervolgens op het icoontje en dan zie je inderdaad Kees Zwart. Vervolgens ga je nog even kijken of hij ook daadwerkelijk gewijzigd is, je kanaal. Dat is hij, Kees Zwart. En dan klik je nog even op kanaal weergeven. En heel af en toe kan hier dan nog de oude naam staan, maar dat is een kwestie van tijd, een paar minuten voordat het die refresht. En je ziet eigenlijk dat dus nu je persoonlijke YouTube kanaal qua naam gewijzigd is. Ik ga jullie ook laten zien hoe je je zakelijke YouTube kanaal kunt wijzigen. Nou, je logt even in op YouTube. Ga rechtsbovenin op het icoontje klikken om te kijken op welk YouTube-kanaal je staat ingelogd. Dit is het persoonlijke en dit is de zakelijke YouTube-kanaal. Daar klik je op, dan wisselt hij even. Dus je klikt op het icoontje weer om te kijken welke staat actief. Nou, dat is loodgietersbedrijf Ei. Je gaat naar YouTube-instellingen, het icoontje of het tandwieltje. En het makkelijkste is weer om dat te doen via je G+. Daar klik je op. Je wordt dan automatisch verwezen naar je zakelijke G+, die dus gekoppeld zit aan je YouTube zakelijke account. En dan maak je hier loodgietersbedrijf X van opslaan. Nou, je ziet dat het gewijzigd is in je G+. Die is weer gekoppeld aan je YouTube kanaal zakelijk. Je gaat even snel de pagina refreshen. Je klikt vervolgens rechtsbovenin op het icoontje. Je gaat naar Creator Studio. Je ziet al, hier is hij al gewijzigd. Maar je gaat toch even dubbel checken. Dan zie je dat hij hier gewijzigd is. Dan ga je nog even op je kanaal weergeven. En daar zie je ook dat hij is gewijzigd. Dus dit is de manier om eigenlijk je zakelijke YouTube kanaal qua naam te wijzigen. En dit kun je gewoon nog een keer herhalen. Dan ga je vervolgens weer naar instellingen. Je gaat naar Google+. En dan maak je hier loodgietersbedrijf een Z van. Je drukt weer op opslaan. Je ziet dat die hier al gewijzigd is. Je logt weer even in of refresh de pagina op YouTube. Je controleert, sta je ingelogd. Komt er maar. En dan zie je loodgietersbedrijf Z. Je vervolgt even naar Creator Studio, een dubbel check. Ja, loodgietersbedrijf Z, kanaal weergeven. En dan zie je ook dat hij hier gewijzigd is. Wil je meer weten over YouTube? Abonneer je dan nu op dit kanaal of laat een comment achter.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.